concept van restaurant Vinkeles is eenvoud en kwaliteit. We hebben voor dit gekozen omdat we daarmee een mooi product willen presenteren. Het beste wat we kunnen kopen momenteel, wat op de markt is en wat er te verkrijgen is. Wat mensen niet zo snel thuis kunnen kopen en maken. En dat willen we eigenlijk graag in zijn eenvoud presenteren. Als een gast bij ons komt, mag hij verwachten dat hij op alle manieren in de watten wordt gelegd. We stellen ons altijd op de hoogte van waarom een gast bij ons is. Is hij hier zakelijk? Heeft hij wat te vieren? Is hij op doorreis? Of wat dan ook. En daar proberen we op in te spelen. En we willen mensen eigenlijk een unieke ervaring meegeven. Ons menu is gebaseerd op een à la carte kaart en menu. Ik vind dat we, omdat we in een hotel zitten en in Amsterdam ook veel zakelijk publiek hebben, vind ik dat we ook een à la carte kaart moeten kunnen blijven aanbieden. Onze ervaring die we aan onze gasten mee willen geven is het menu. Dat is helemaal uitgebalanceerd met de wijnen en op elkaar ingespeeld met de service. De gerechten voor de à la carte kaart zijn meestal de klassiekers die we serveren. Dus dat gaat met de seizoenen mee. We hebben altijd de duif op de à la carte kaart staan, want dat is mijn signatuurgerecht. De meeste inspiratie die we binnenkrijgen komt van bij collega's. Instagram is natuurlijk, je weet wat er in Australië op de menukaart staat tegenwoordig. Leveranciers, daar vraag ik heel veel input van voor inspiratie. Want die weten natuurlijk wat er op de markt komt, welke seizoenen er aankomen. Onze grootste uitdaging is natuurlijk een vol restaurant. En dat is we zitten in Amsterdam. Veel collega's, concurrenten om het maar zo te zeggen. Maar gelukkig hebben we een hele grote gunfactor met elkaar in de stad. We weten wat er bij collega's gebeurt. We weten wat er waar iedereen goed in is. En op die manier proberen we ons te blijven onderscheiden. Het gerecht wat ik zo ga bereiden is de Zeeuwse platte oesters met kropsla en lardo, de calonato. Het zijn de mooiste oesters die we nu kunnen werken. Dat zijn de Zeeuwse platte oesters. En dit gerecht bewijst eigenlijk alleen maar weer dat je met een goed product heel weinig hoeft toe te voegen. De technieken die we vooral gebruiken is het pocheren van de oester. We maken ook een coulis van de kropsla. Het pocheren van oesters lijkt altijd heel erg makkelijk, maar dat heeft heel veel met temperatuur te maken. We openen de oesters, die leggen we met vocht en al in een beetje champagne. En daarin garen we de oester totdat die warm is, handtemperatuur. Dan leggen we de oester terug in de schelp. Dan wordt waar de normale sluitspies zit, wordt gevuld met kropslacoulis. En dan dekken we het af met een heel dun laagje spek, wat je eigenlijk als het smelt niet meer ziet. Het is eigenlijk een verbastering op de Angels on Horseback. Een hele klassieke oesterbereiding.